In de toonkamer laat ik mijn eigen collectie zien. Dat is eigenlijk een collectie die ontstaan is in de tijd dat ik begon als ontwerper, waarin het nog niet zo heel erg makkelijk was om überhaupt opdrachtgevers te vinden. En toen dacht ik, ik ga het gewoon zelf doen. Ik ga zelf mijn eigen producten maken. Ik denk dat er wel een rode draad in die collectie zit. En die heeft te maken met een bepaald soort helderheid. En je kijkt ernaar en je weet wat het is. Maar tegelijkertijd is het ook een collectie waarbij ik dingen heb uitgeprobeerd die ik vervolgens binnen projecten die we voor opdrachtgevers doen ook weer verder doorontwikkelen. Bij de inrichting in de toonkamer hebben we eigenlijk vooral de breedheid van die collectie moeten laten zien. De laatste jaren zijn we ook steeds meer voor projecten en inrichtingen gaan werken. En dat heb ik ook een beetje willen meepakken in die tentoonstelling. Ik denk dat de basis van het werk vaak een soort heldere beeldentaal heeft. En die helderheid, die vind ik heel erg prettig. Ik ben de laatste jaren steeds meer toegeschoven naar werk dat praktisch heel functioneel is. Ik geloof erin dat we een soort praktisch functionalisme hebben. Wat goed is voor onze billen, voor onze rug, voor ons het vastpakken van de objecten. Maar er is ook een soort mentaal functionalisme, wat goed is voor je hoofd. En dat gaat over schoonheid en over poëzie en over dingen die je niet kan grijpen. Binnen de collectie zitten een aantal objecten voor kinderen. En je zou kunnen zeggen dat dat een beetje gaat over die mentale functionaliteit. Als wij iets zien wat 45 centimeter hoog is, denk je, goh, ik kan erop zitten. Kinderen kijken ook naar dingen op die manier, maar voor kinderen kan een doos ook een boot zijn of een kleed, een huis. Toen ik met die kindercollectie aan de gang ging, was dat onder andere omdat ik daarvoor een serie werk had gemaakt die heel gekleurd was. En toen heb ik gedacht om dat jaar alleen maar zwarte collecties te maken. Dus ik heb toen een zwarte kindercollectie gemaakt die, ja, zoals ik net al zei, niet helemaal ontstond vanuit het idee om blauw, geel of rode kindermeubels te maken. Ik ben eigenlijk als ontwerper begonnen zelfstandig. En de laatste jaren werken we steeds meer voor bedrijven. En dat bevalt me uitstekend. Ik geloof er ook in dat het van belang is dat ontwerpers zoals ik, die wat uit een experimentelere hoek komen, het bedrijfsleven ingaan. Je zou kunnen zeggen het hol van de leeuw ingaan. En ik geloof er heilig in dat het ontwerpen tegen anno 2012 ook bestaat uit die breedheid. Uit het zelf experimenteren en het ontwerpen voor bedrijven. En dat de ene wereld zich voedt met de andere. En ik merk eigenlijk meer en meer dat dat toch echt heel belangrijk is om die prototypes en die modellen te maken. We zitten hier ongelooflijk veel achter een computer ook. Maar uiteindelijk voel je een stoel aan je gat. En moet je hem ook daar ervaren en niet op een tekening.